Het hele gamma, met beweging en al. Ik zou dat echt niet kunnen. Net als in grote steden als Antwerpen en Gent wil Aalst nu ook een stadsdichter. Dat voorstel lanceerde de fractie van Open VLD vanmorgen tijdens een literair ontbijt. Ik denk dat wij een stad zijn die volop in verandering is en volop in beweging is. En ik denk dat een stadsdichter daar een beetje een voortloopsel van is. Het is nodig om de stad, om de gemoederen soms een beetje te verzachten. Het kan allemaal iets minder direct dan de directe kritiek. Dus ik denk dat wij er klaar voor zijn. Carnaval of een brandweerstaking. De stadsdichter zou gedichten moeten schrijven over alle grote gebeurtenissen. En op die manier wordt ook het culturele blazoen van de stad opgepoetst. Dat missen we soms wel eens, ook op cultureel vlak, dat er zo wat schwung gegeven wordt. En als je kijkt naar op de manier dat die carnaval tot stand gekomen is, proberen wij nu ook vanuit het verenigingsleven, zijn er wel het politieke verenigingsleven, van zoiets extra te geven. Het is er het raden naar of dit voorstel een stunt is naar aanloop van de gemeenteraadsverkiezingen van volgend jaar. Met de voeten nog diep in dit politieke jaar geworteld, kon vader De Gucht toch niet nalaten fijntjes deze steek aan collega-politici uit te delen. Soms denk ik een beetje als ik het nogal oppervlakkige, opportunistische en populistische geblaatsie van een aantal politici, dan denk ik, ze zouden er beter aan doen eens een paar goede boeken te lezen en een tijdje niks te zeggen. Op 2 december houdt Open VLD een wedstrijd waarop een eventuele stadsdichter wordt gekozen.